Yo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij een vraag van onze vriend BVN. En BVN die vroeg aan mij, zoals jullie zien aan deze titel, Raymond, kun jij een... Wat zijn de meest gemaakte fouten tijdens een deadlift? BVN. En de rest van YouTube. Voordat ik deze video begin, we gaan 5 fouten opnoemen. En dat zijn de 5 meest gemaakte fouten die schadelijk zijn. Het zijn niet de 5 meest schadelijke fouten of de 5 meest gemaakte fouten. Ik wil dat jullie wat hebben aan deze video. Dus ik haal er fouten uit die echt je lichaam kunnen beschadigen. Een makkelijke fout zoals bijvoorbeeld de bar te wijd beetpakken is niet schadelijk voor je lichaam. En dat zal ik dus in deze video ook niet op gaan noemen. Nummer 2 is, ik begin aan de onderkant van het lichaam en ik eindig aan de bovenkant van het lichaam. Dat is voor jullie makkelijk onthouden, is logisch, is systematisch. De volgende keer dat je gaat deadliften, hoef je niet het stappenplannetje in je hoofd op die manier te onthouden. Wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen die hebben problemen met ademhaling, die focussen zich op ademhaling. Sommige mensen hebben problemen met hun knieën naar buiten sturen. Ieder zijn stappenplannetje voor de deadlift, iedereen zijn setup, heeft een andere denkwijze. 5 meest gemaakte schadelijke fouten. Komt-ie. Nummer 1 is als je in de startpositie staat, de barbel niet tegen je schenen aantrekken. Als je dit niet doet, dan ga je niet in een efficiënte manier van punt A naar punt B. Je gaat niet in één rechte lijn omhoog. De barbel komt of tegen je knieën aan, of hij gaat er helemaal omheen. En dit moet je dus gaan compenseren in je rug. Start ten alle tijde met de bar tegen je schenen aan. Nummer 2 is te laag starten met je heup. Wanneer mensen dit doen, zie je vaak dat de heup heel laag is. En op het moment dat ze beginnen met deadliften, schiet de heup omhoog en daarna pas de barbel. Oftewel, we verliezen al kracht via de heup die niet in de barbel verdwijnt. Een veelgemaakte fout als mensen dit gaan corrigeren, is dat ze hun heup omhoog gaan doen. Maar dan gaan ze met hun schouderbladen te ver over de barbel heen. De kans dat je op deze manier je balans verliest of dat je moet gaan compenseren in je rug, is groot. Zorg ervoor dat je met je schouderbladen recht boven de bar begint. Nummer 3 is je bekken kantelen. Kantel je deze te ver naar voren toe, dan trek je rug hol. Kantel je je bekken te ver naar achteren toe, dan trek je rug bol. Houd je rug vlak in een neutrale positie. Wil je hier meer over weten? Bekijk de video genaamd Ik deadlift nooit meer. Nummer 4 is je houding niet op slot zetten. Op het moment dat je rug vlak is, schouders naar achter, bekken in een goede positie en je rug is in een neutrale positie, dan wil je een grote hap adem nemen. Vervolgens heel veel druk opbouwen in je buik, zodat die goede startpositie op slot staat. Oftewel, je wil een valsalva manoeuvre toevoegen. Hier heb ik eens een keer een video over gemaakt. Volgens mij heet die direct 10 kilo meer bankdrukken, squatten en deadliften. Dat is een interessante video als je daar meer over wilt weten. En volgende week komt er nog een video online over ditzelfde onderwerp en dan weer wat meer uitgebreid. Nummer 5 is spanning op de schouderbladen. Ik zie zo verschrikkelijk vaak dat mensen die bovenrug ontspannen. De deadlift is een van de allerbeste rugoefeningen die er is. Zorg dan dat je niet alleen je onderrug traint, maar ook gelijk je bovenrug door je schouderbladen goed naar elkaar toe te trekken en je rug in een neutrale positie te zetten. Een goede tip die ik vaak gebruik is in plaats van tepels naar de vloer, wijs je je tepels naar de muur. Hierdoor zullen je schouderbladen goed aangespannen zijn en vanaf hier kan je gaan starten met je deadlift. Dan wil ik je nog 2 bonus tips meegeven. Nummer 1 is film jezelf van iedere hoek wanneer je een belangrijke lift doet. Of het nou squatten, bankdrukken, deadliften is, maakt niet uit. Zelfs na 8 jaar ben ik mezelf nog steeds aan het filmen. Zowel van de voorkant als de achterkant. Een normale, goede positie. Ik krijg vaak video's toegestuurd. Of met tegenlicht. Of ja, maar dat was een PR-poging. Ja, maar dat was dit. Ja, maar dat was dit. Nee. Een normaal werkgewicht. Een normale hoek. Alle kanten. Normaal licht. Film jezelf. Speel het langzaam af op de computer. En kijk op welk moment in je lift iets fout gaat. Nummer 2 is, dit kanaal gaat over gigantisch veel squat, bankdruk en deadlift video's. Dat is de kern van dit kanaal. Kijk die video's, je vraag staat er vast tussen. Zo niet, laat hem dan achter hier in de comments. Dit was Raymond Schultz.
Afsluiter is altijd zo lastig. Zit je lekker net midden in je verhaal en dan klopt je afsluiter weer niet. Maar, vond je dit een leuke video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, stotenstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger. Dat bedoel ik, is een shitload om te onthouden. Tjallas!